Hallo iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je kan zien aan de titel van deze video, is het vandaag een AliExpress shoplog haul review achter een video. En ik heb onder eerdere video's op ons kanaal wel eens in de comments gelezen dat jullie missen deze AliExpress video's. En dat snap ik. Ik vind AliExpress ook echt heel erg leuk om lekker op rond te kijken en een paar dingetjes te shoppen. Maar zoals je misschien wel hebt gezien in een paar video's van ons of via Instagram of zo, zijn we gewoon wat bewuster bezig met onze aankopen. Mijn motto in het leven is gewoon met mate. Dat is iets wat ik op heel veel dingen toepas. Dus ook in dit geval, ik shop met mate op AliExpress. Maar dat betekent niet dat ik het helemaal niet meer ga doen. Want er staan zoveel superleuke en handige dingetjes op dat ik het niet kon laten om een paar dingetjes te bestellen. Ik had eerst gewoon een hele lange tijd op mijn verlanglijstje. Dan denk ik erover van, is dit echt iets wat ik nodig heb? Wat mij echt heel erg handig lijkt. Dus ben je excited? Doe vooral alvast een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op ons kanaal. En ik zou zeggen, laten we beginnen met het allereerste item. Dit is het allereerste item. Er staat op, add an inch to any pants waist in a second. Dit item, precies deze, het is zo'n Essilor TV product, heb ik 10 jaar geleden in Amerika een keer gekocht. En ik vond het helemaal geweldig. Ik wilde toen nog een backup kopen hiervan. Ik kon het nergens vinden. Bedacht ik me, hey, misschien verkopen ze het wel bij AliExpress. En wat bleek, ze hadden het daar gewoon. Dus ook daarvoor vind ik AliExpress wel echt heel erg chill. Het is gewoon een webshop, een app, een plek op het internet waar je eigenlijk bijna alles wel kan vinden. Mijn zulke verpakkingen trouwens altijd echt zo irritant, want ik snij mezelf er bijna aan. Alright, waar ik het over heb... Waar ik het over heb zijn deze knoopjes die ik in mijn hand heb liggen. En dit zijn niet normale knopen. Je kan ze namelijk uit elkaar halen. Even kijken. Kijk, dit is de voorkant van de knoop. Dit is de achterkant. En wat het super chillen aan deze knopen is, is dat je ze dus op elke broek, rok, jasjes, waar dan ook je een knoop hebt zitten, daar kan je deze op plaatsen. En dat is super handig, omdat het me vaak wel eens voorkomt dat ik een beetje tussen twee maten in zit. Of ik heb een broek die in één keer toch wat ruimer is geworden. En met deze knoop kan ik eigenlijk gewoon een extra plek op mijn broek maken, zodat je hem net wat strakker dicht kan trekken. Ik heb hier een broek aan die een klein beetje te ruim is geworden, zoals je kan zien. En wat je doet is, je doet hem open. En als je dan een beetje kijkt van, goh, ik wil mijn broek zoveel strakker hebben. Op die nieuwe plek ga ik een nieuwe knoop zetten. Het is gewoon een beetje op gevoel. Het maakt niet zo heel veel uit. Want je kan hem dus gewoon weer eraf halen wanneer je wilt. Dus ik heb hem hier er doorheen geprikt. Pak even het achterkantje. En die stop ik er zo op. Dus je hebt wel dit kleine soort van achterkantje die een beetje uitsteekt. En ja, in je vel komt eigenlijk als het ware. Maar uit ervaring vind ik dat niet heel erg vervelend. Ik pak gewoon weer het eigen knoopsgat. En die ga ik nu gebruiken voor de nieuwe knoop. Tadaa! Kijk. Broek past nu echt een stuk beter. Die staat gewoon niet helemaal meer open. Wat ik zelf heel erg chill vind. Je kan het een klein beetje zien dat hij is vermaakt. Doordat hij dus net ietsje schuin loopt. Zoals je kan zien. Maar als we even heel eerlijk zijn. Ik denk niet dat heel veel mensen dat door gaan hebben. En vooral als je een shirt eroverheen hebt. Dan kan je het natuurlijk helemaal niet meer zien. Mocht je een broek hebben die eigenlijk iets te strak zit, dan kan je natuurlijk ook voor zorgen dat je net iets meer ruimte in je broek krijgt. En wat je daarvoor doet is natuurlijk het knoopje aan de andere kant neerzetten. Zoals je kan zien heb je hier altijd nog een klein beetje ruimte over. Dus je kan niet heel veel ruimer gaan met je kleding. Maar misschien net wel dat ene kleine beetje, zodat je broek gewoon net wat comfortabeler zit. Dus net zoals met die andere kant zet ik de knoop hiernaast op. En that's it. Nu heb je natuurlijk wel met dit geval dat je ook nog het andere knoopje ziet zitten. Dus ik zou deze methode persoonlijk alleen gebruiken wanneer je er een t-shirt overheen draagt. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar toen ik deze knopen voor het eerst zag en gebruikte, mind was blown. Ik vond het zo ontzettend chill dat ik gewoon weer broeken aan kon doen die ik liever in de kast maar liet liggen omdat ze niet heel erg goed pasten. Op deze manier kan je gewoon weer allemaal kleding herbruiken. Ik vind hem echt super chill en ik ben er heel erg enthousiast over. Oké, gaan we door naar het volgende item en die zit in dit witte doosje. Het zijn namelijk reusable pots voor de Dolce Gusto. Dolce Gusto is een koffiezetapparaat
Die heb ik thuis ook. En als je daar zeg maar je koffiecupjes verkoopt, dan komen die in zulke vormpjes. Zit dus koffie in en na de hand wanneer je het hebt gebruikt voor je machine, gooi je dat weg. Dus ik heb deze reusable cups besteld. Je krijgt er 3. Verder krijg je er ook nog bij lepeltje, scoopje om denk ik de koffie zeg maar heel makkelijk in te doen. En we hebben ook nog een kleine borsteltje gekregen om een beetje alles schoon te maken, denk ik. Alright, it's coffee time. Ik ben echt super enthousiast om dit uit te proberen. Maar ik moet wel zeggen dat van alle 5 items, dit een beetje het enige product is waarvan ik echt iets heb van, ik ben echt bang dat dit een misser gaat zijn. Maar ik heb het toch besteld omdat ik echt gewoon wel super erg graag hoop dat het werkt. Ik heb hier een pak met gemalen koffie van Starbucks. In de post van waar het verkocht wordt staat er van, het is niet 100% precies hetzelfde koffie die je eruit krijgt zoals wanneer je een echte pot gebruikt. Dus een niet herbruikbare pot. Maar mits je goede koffie gebruikt, dan is de kwaliteit wel 90%. Vind ik wel grappig dat ze dat alvast erbij hebben gezet. Koffie, koffie. Ik heb hier trouwens even een weegschaaltje. In de advertentie van dit product stond namelijk dat je er 8 gram in moest doen. En op de verpakking van de Starbucks staat dat je 10 gram moet doen. Dus laten we daar gewoon tussenin gaan zitten en er 9 gram van maken. 9 gram plat drukken, want dat had ik ook gezien. Dan met behulp van een kwastje kan ik eventjes alles schoonmaken. Oké, en wat nou heel belangrijk is, is dat het pinnetje die dus in de machine zit, precies hierin gaat. Ja, ik kan het alsnog niet super goed zien hoor, dus. Hij zit erin, volgens mij heeft hij het goed gedaan. Ik kan hem ook wel eventjes uithalen trouwens, voor de zekerheid. Yes! Ik zie geen extra gaatje hierin zitten, dus hij heeft het goed gedaan. Ze gaat er nu weer terug in. Het enige waar ik nu aan zit te denken is op welke stand moet ik hem zetten. We gaan eerst voor 4. Alright, let's go. Oké, ik denk dat jullie het allemaal zagen. Maar ik zag op het begin echt een soort van bruine stroom. En toen werd het volgens mij gewoon gekleurd water. Nou, terwijl deze even aan het afkoelen is, want ik heb geen zin mijn mond te verbranden, ga ik nog eventjes 2 andere opties doen. En dan gaan we precies hetzelfde doen. Ik doe er gewoon weer 9 gram in. En dan zet ik hem gewoon op 3 streepjes bijvoorbeeld. En dan misschien nog eentje 2 streepjes. Zo, nu zijn alle kopjes koffie gebruikt. Ik moet er even een doekje onder houden. En zo ziet de binnenkant eruit. Dus het is wel een beetje een wat meer viezig karweitje. Want ik heb hier ook op het aanrecht best wel een rommeltje gemaakt met de koffie die een beetje was omgevallen en dergelijke. Zo, dan is het nu tijd voor de koffietest. Dit is het allereerste kopje. Hier hadden we de 4 streepjes in gedaan. En ik ben bang dat die heel erg waterig is. Maar let's go. Oh, het is waarschijnlijk zullen heel veel mensen zeggen dit is een slap bakkie. Maar het is zeker niet verkeerd. Ja, volgende kopje. Deze had de 3 streepjes. Om een of andere reden vind ik deze of niet heel erg anders. Of misschien zelfs wateriger smaken. Dat kan bijna niet, want er zit minder water in. Maar en hoe het allemaal werkt met precies koffie, ik weet het allemaal niet zo goed. Ik ben gewoon een super simpele koffiedrinker. Ik wil gewoon een koffie met heel veel melk en niet zo heel veel moeite. Dus weet je wel, word niet boos op mij op dit moment. En dan heb ik hier het allerlaatste 2 streepjes. Ja, deze is inderdaad wel een stukje sterker. Ik ga eventjes wat sojamelk erbij pakken. Erin doen, even kijken wat ik er dan van vind. Nice en fluffy. Of niet zo heel veel koffie. En voor deze allereerste indruk zou ik zeggen, ik geef hem een duimpje omhoog, want hij werkt gewoon. En ik heb mijn koffie. Alright, volgende item is dit. Het is een opzetstukje voor een gewoon statief waar je ook nog je telefoon in kan opzetten. En wat heel erg handig is, is dat je ook deze zo kan draaien. Dus je doet je telefoon op die manier erin, draai je hem, dan kan je hem op deze manier erin zetten. En mocht je dit bekend voorkomen, dat kan. Ik heb namelijk een tijdje geleden een video opgenomen. Dat is de Zo maak je je eentje Instagram foto's video. Ik zal hem eventjes in het i'tje linken mocht je die nog niet gezien hebben. En in die video laat ik je zien dat ik een heel handig mini statiefje heb gekocht op AliExpress. En ik heb nu ook nog deze gekocht. Want deze kan ik op grotere statiefjes plaatsen. Dat is waar jullie op dit moment op staan.
En dit is een statief die net wat groter, wat bulkier, wat zwaarder is. Maar hij is wel wat stabieler. En je kan hem wat hoger neerzetten. Dus ik dacht gewoon voor hier in en rond het huis vind ik het heel erg makkelijk om dit statief te gebruiken. Ga ik wat verder weg naar buiten of op reis, dan is dat mini statief weer heel erg handig. Zo, voor deze gadget heb ik jullie heel veel op een ander statiefje neergezet die wat kleiner is. Want we gaan deze grote statief gebruiken om de houder op vast te maken. Dus je pakt deze met het schroefdraadje en die gaan we dan hier op het opzetstukje schroeven. En dan hebben we hier nog een ander kleiner knopje. Als je die draait, dan gaat dit naar achter. En dan moeten we hem zo breed maken dat je telefoon erin past. Het is niet alleen voor iPhones. Dat kreeg ik op de vorige video heel vaak die vraag. Maar gewoon bijna elke smartphone past hierin. Omdat je hem dus breder en minder breed kan maken. Het ligt gewoon een beetje aan hoe breed jouw telefoon is. Nou, zo ziet het eruit. Ik ga eventjes een afstandsbediening erbij pakken voor deze telefoon. Want dan kunnen we denk ik gewoon wat verder naar achter staan. Zo, ik heb eventjes een jasje aangetrokken die ik misschien wil gaan verkopen. Dus ik ga er gewoon eventjes wat foto's van maken. Gewoon puur voor deze video. En als ik iets heb van, nou, het jasje ga ik inderdaad verkopen, heb ik ook alvast foto's. Dus ik dacht, ik sla bij deze twee vliegen in één klap. Nou, ik moet zeggen dat het echt super goed ging. Omdat het ook een statief is die wat hoger kan, kan ik gewoon ook heel makkelijk gewoon broeken aandoen. Jasjes die ik wat verder af moet fotograferen, zodat alles erop komt. Het voelt gewoon heel erg stevig en chill aan. Gaan we door met het volgende item. En deze heeft een beetje het festivalthema. Wat in de tasje zit is namelijk de Rainproof Shoes Cover. Het is dus een hoes, een cover om je, waar je je schoenen in doet eigenlijk. En als je mij al heel lang volgt, dan heb ik jaren geleden, maar dan echt jaren geleden, een keer op onze blog ook zoiets gereviewd. Die had ik toen gekocht bij de Xenos. Ja, Xenos. En dat waren ook gewoon shoe covers, maar die waren echt super verrot. Weet je wel, één keer, je loopt één keer en er zat meteen een super groot gat in. Dus het was een leuk idee, maar de kwaliteit was gewoon echt heel erg verrot. En toen ik op AliExpress naar deze advertentie keek, dacht ik, dit is een ander verhaal. Want deze ziet er echt een stuk beter uit. De onderkant heeft best wel een stevig plastic zool met relief. Dus ja, het is de bedoeling denk ik ook dat je hier niet zo heel erg goed mee uitglijdt. Aan de voorkant zit een rits van boven naar beneden. En aan de bovenkant heb je ook nog een elastiek die je kan aantrekken met deze dingetjes. Je hebt trouwens verschillende maten. Ik heb maat XL gekozen en dat staat aan maat 41-42. En ik heb voor die maat gekozen omdat ik ze misschien met mijn vriend kan delen. Hij gaat ook heel erg vaak naar festivals, dus ook gewoon vaak zonder mij. Dus ik dacht, nou, dan kan hij ook mooi zijn sneakertjes hierin doen. Weet wat je nu denkt, en dat is echt belachelijk. Het ziet er niet uit. Maar stel je eventjes voor, je hebt echt super toffe nieuwe vette sneakers. Je gaat naar een festival en je neemt ze mee, want het is voorspeld dat het gewoon freaking 25 graden is met een volledig zonnetje. Het heeft al dagen niet geregend, dus de grond is gewoon kurkdroog. Niks aan de hand en dan in één keer gaat het al regenen. Ja. Dan ga je echt huilen, denk ik. Allereerst mijn nieuwe paar Adidas. Dit is trouwens gewoon maat 38. Dus in principe zou dat moeten passen met deze. Oh, kijk dan. Deze schoencover die zou voor maat 41 tot 43 zijn. Maar ik heb niet heel veel ruimte aan de voor- en achterkant over. Dus natuurlijk zijn het wel een beetje een soort van chunky sneakers. Maar toch. Je moet vooral eigenlijk eerst helemaal met je punten in de shoecover zitten. En dan lukt het om de achterkant er ook in te doen. Alright, ze zijn aan. Oké, volgens mij so far so good. Ze zitten echt heel erg goed. Ze blijven goed om mijn schoen zitten. Ik glij niet uit. Het ziet er nog steeds wel super stom uit. Ik denk dat ik met deze alsters, ja, veel ruimer zit. Nu ik zeg maar deze alsters aan heb met de shoecovers, heb ik wel echt het gevoel alsof ik een soort van broodzakjes aan mijn voeten heb. Maar dat heeft natuurlijk mee te maken dat ik deze shoecovers een aantal maten groter heb besteld. Mocht je deze ook willen bestellen, dan zou ik zeker eventjes bij jezelf nagaan van voor welke paar schoenen wil ik deze shoecovers gebruiken. Gaat het om wat meer chunky-achtige sneakers zoals die Adidas die ik liet zien, dan zou ik je aanraden om zeker 2 of 3 maten omhoog te bestellen. Maar wil je bijvoorbeeld deze shoecover gebruiken voor schoenen als een Converse, dan hoef je niet zo heel veel maten omhoog te gaan. Wil deze shoecover passen.
Alright, volgende item heeft ook met het festivalseizoen te maken en dat is deze. Zoals je kan zien is het een heel gek klein dingetje en dat is precies waarom ik dacht dat die heel erg makkelijk was. Wat ik in mijn hand heb is namelijk een herbruikbare kleine mini cup. En dat leek me gewoon super handig om te hebben voor het festivalseizoen. Omdat je hiermee gewoon lekker water kunt drinken. De laatste tijd zijn onze zomers echt extreem heet. En daarom zien we gelukkig ook op festivals steeds vaker dat ze speciale punten hebben gemaakt. Waar je gratis water kan tappen. En daarom dacht ik dat zo'n herbruikbare beker wel echt super chill was om mee naar een festival te nemen. En als je klaar bent, dan kan je hem gewoon weer zo in elkaar vouwen. Moest je kijken hoe snel dat ging. Je doet de deksel erop die je erbij krijgt. En je kan deze denk ik gewoon wel in bijna elke tas kwijt. Want hij is super plat. Mocht je nou niet een festivalganger zijn. Dan lijkt het me ook heel erg handig om deze mee op reis te nemen. Sommige steden heb je ook gewoon gratis waterpunten in de stad staan. Waar je deze eventjes onder kan hangen. Dus ik zou zeggen, ik denk gewoon dat het super chill is. Alright, het is tijd om deze herbruikbare cup uit te proberen. Oké, ik zie wel dat er door dat siliconen materiaal een beetje wat stofjes op komen. Dus nou, we gaan het gewoon zien. Ik ga hier wat water in doen. Ik ga jullie eventjes schuiven. Ik ga hem eerst eventjes omspoelen hoor. En zullen we al die stof binnen te krijgen. Het werkt. Ik moet zeggen dat die metalen ring die er omheen zit, die zorgt er ook echt voor dat die hele goede... dat hij open blijft staan en dat hij gewoon heel erg stabiel en stevig voelt. Wat trouwens ook wel leuk is, ik weet niet ik kan het nu niet echt laten zien. Maar hier aan de binnenkant heb je per verschillende lijntjes afmetingen in staan. Dus ik kan er iets meer als 200 ml in kwijt. En dan steeds met 50 ml gaat het naar beneden. Dus je zou het zelfs kunnen gebruiken als je misschien aan het koken bent. Dus daar is hij ook heel erg chill voor. En nu eventjes de test of die goed blijft staan. Ik kan er een beetje tegen duwen. Hij blijft echt gewoon heel erg goed staan. Omdat hij dus een beetje deze uitsteeksels hier heeft. En als je wil kan je dan ook nog even de deksel erop doen. Zodat... Oh. Oh. Oké, dit kan je dus inderdaad beter met twee handen doen. En ja, dan lukt het. Vraag me af, kan ik hem nu ook optillen dat hij dan niet lekt? What? Jongens. Stel je moet echt eventjes snel weg. En je hebt je drankje nog niet op. Dan zou je dit dus in principe kunnen doen. Ik weet niet zo goed waarom. Maar het kan wel. Kijk. We moeten trouwens ook nog eventjes testen of die inderdaad makkelijk in een tas past. Begin even met de schoudertas. Past makkelijk in de tas. Zelfs in het zijvakje die ik hier heb aan de binnenkant. Easy. Je kan makkelijk nog een telefoon bij. Lipsticks. Make-up. Ik ben zelf echt super fan van fanny packs op festivals. En op stedentripjes waarbij ik de stad niet echt goed ken. Want mijn spullen zitten gewoon lekker dicht bij me. Kijk dan. Hier kan makkelijk mijn telefoon nog naast. Sleutels erin. Portemonnee. Telefoon. Love it. Wat wil je nou meer? Nou, ik weet niet of jullie het kunnen merken, maar ik ben echt mega enthousiast over deze cup. Ik vind het trouwens dat hij heel erg goed aanvoelt. De lipjes aan de onderkant zijn ook heel erg stevig. Ik heb niet het gevoel alsof iemand zomaar mijn bekertje omkegelt. En ik vind de bijgeleverde deksel ook echt wel super chill. En dan kan je hem ook gewoon lekker veilig, vrijwel stofvrij in je tas opbergen. Dus ja, ik ben hier echt super enthousiast over. Zo, ben ik weer. Ik vond het echt super leuk om deze AliExpress gadgets te testen. En ik moet zeggen dat geen van deze gadgets mij heeft teleurgesteld. Ik ben eigenlijk over alles gewoon heel erg enthousiast. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat jij van deze gadgets vond. Heb je misschien een favoriet van deze 5? Laat me vooral eventjes weten in de comments. Ook zoals altijd heb ik een linkje naar alle items die ik in deze video heb behandeld in de beschrijving staan. Mocht je zelf ook willen gaan shoppen, daar vind je alle informatie. En ja, ik hoop dat je het leuk vond om te zien dat ik deze items heb gereviewd, behandeld, uitgeprobeerd, wat dan ook. Geef hem vooral een duimpje omhoog. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op ons kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende. Doei!